darkrooms, cruisen, sauna. Dat is in mijn leven inderdaad geweest, hè, in een bepaalde mate. Maar inmiddels is dat toch wel behoorlijk lang geleden. Hè? Dus ik weet het niet precies, maar iets van 15 jaar of zo misschien wel. Dus dat heb ik achter mij gelaten. Weet je? Dus dat speelt niet meer. Meer aan denken. Nee. Hè? Porno wel. Hè? Ja, dat is ook heel gemakkelijk geworden. Hè? One mouse click away. En ik heb daar echt een verslaving in ontwikkeld, kan ik rustig zeggen. En nou is het mooie dat de finale beslissing om deze tekst te publiceren is verlossend geweest. Dus die beslissing heeft precies gemaakt dat ik die porno los kon laten. Okay. Ja, dus dat is het is alsof er een soort betovering verbroken is. Nou, ik denk dat eerlijkheid het antwoord is. Dus wij moeten als mensen binnen de kerk, de priesters voorop en de bisschoppen, ons eenvoudig kunnen laten zien, hè? Wat betreft onze zon en onze schaduwzijde. Hè? Daar moet gesprek over zijn, daar moeten we over uitwisselen, we moeten elkaar in vertrouwen nemen. Hè? Dus u heeft dit ook voor andere mensen gedaan? Nou ja, dat is afwachten, maar dat hoop ik natuurlijk. Het is een genezingsproces. Ik zie het als een genezingsproces. Ja,